Mijn drie tips voor het komende jaar. Nou, wordt best lastig, denk ik. Want wat ik nu lees van de grote analistenhuizen is iedereen positief. Nou, vaak als iedereen een bepaalde richting opdenkt, dan gaat het wel eens de andere kant op. Maar dat zullen we zien. Er zijn ongetwijfeld wel een aantal bedrijven waarvan je nu wel redelijk kunt uittekenen dat die het goed gaan doen het komende jaar. Omdat daar gewoon die bedrijven de wind mee hebben. Nou, ik noem er drie. Ik begin met PostNL. Ja, de post heeft het afgelopen jaar, met name de pakketten moet ik eigenlijk zeggen, hebben het afgelopen jaar goed gedaan natuurlijk door de lockdowns. PostNL heeft definitief de draai gemaakt. Het was een postbedrijf, het is nu eigenlijk een pakkettenbedrijf. Niemand kan meer om hen heen. De vraag is enorm naar de pakketten. Met name de laatste lockdowns van afgelopen week, en dat duurt tot en met 19 januari, heeft ervoor gezorgd dat het... De capaciteit van PostNL op volle toeren draait. Kan je zeggen dat is enerzijds tijdelijk. Maar aan de andere kant is het zo met digitalisering. Dat wanneer mensen in één keer in aanraking komen met iets wat hun gewoon gemak oplevert. Wat handiger is dan normaal. Dat ze dat gewoon blijven doen. En je ziet bij PostNL dat die hebben hun klantenbestand is behoorlijk uitgebreid. Van 4,5 miljoen naar nu geloof ik 5,8 miljoen adressen die ze hebben. Ja, mensen blijven online bestellen omdat dat gewoon handiger is. En daar gaat PostNL de komende jaren van profiteren. Dus tijdelijk heel veel extra omzet en ook extra winst in dit vierde kwartaal. Dat wordt echt beestachtig. Maar ook voor de langere termijn betekent het dat die verdergaande digitalisering PostNL enorm in de kaas speelt. Nou, verwacht een heel mooi vierde kwartaal. Durf daar geen uitspraak over te doen hoeveel ze gaan verdienen, maar dat wordt echt enorm. Komt dividend aan. Ze gaan het bij de jaarcijfers waarschijnlijk bekendmaken dat er een mooi dividend aankomt van misschien wel 18, 19 cent per aandeel. Dan heb je het over 6% dividendrendement. En ja, dan zul je zien dat de grote beleggers dit aandeel ook weer gaan ontdekken. En ja, dan krijg je een mooie toekomst voor PostNL. En dan moeten we daarna kijken wat er gebeurt met die hele markt. Hè? Hoe dat dan verder gaat als Amazon zich straks definitief nestelt in Nederland. En wat gaat Ahold doen met bol.com. En enzovoort. Dus dat gaan we zien. Eerste PostNL. Tweede, Heijmans. Heb ik vorig jaar ook al genoemd. En begint nu eindelijk een beetje op stoom te komen. Maar is nog steeds een heel goedkoop aandeel. Je betaalt nu 6 keer de winst. Verwacht voor dit jaar, 2020, een winst per aandeel van 1,50 euro. Nou, betaal je 9 euro. 6 keer de winst. Niet veel. Vorig jaar was ook al een goed jaar voor Heijmans. 2019 verdienen ze 1,40 per aandeel. En dat betekent dat ze definitief ook hier de draai hebben gemaakt. 2017 was een rampjaar. Veel slechte projecten afgekapt. Betaald met tafelzilver. Hermans heeft zich teruggetrokken uit België en Duitsland. En richt zich nu puur op de Nederlandse markt. Nou, dit is natuurlijk wel een beetje een walhalla voor een bouwbedrijf. Want er gaat de komende 10 jaar enorm veel geld naar woningbouw. Er is nood aan 1 miljoen betaalbare woningen. Die moeten de bouwers neerzetten. Komt dan bij dat ook de verduurzaming van de gebouwen, van de kantoorgebouwen eraan zit te komen. Daar moet nu in geïnvesteerd worden. Per 1 januari 2023 gaan de nieuwe regelgeving van kracht. Moet elk kantoorgebouw moet label C hebben. En als dat niet het geval is, dan gaat de deur gewoon op slot. Dus ook daar komt heel veel geld richting Heijmans en de andere bouwers. Dividend voor dit jaar, voor het afgelopen jaar is ingehouden. Dat zou in februari al worden betaald, dus dat zit nog in het vat, denk ik. En Heijmans kan straks een heel mooi dividend gaan uitkeren als straks de jaarcijfers bekend worden in februari, maart. Nou, waar kan het heen? Ja, geen idee. Misschien richting 12, 13, 14 euro. Gaat het hierom dat het vertrouwen weer een beetje terugkeert? Want eerlijk is eerlijk, de bouwers hebben een slechte reputatie opgebouwd in de afgelopen 5, 6 jaar. En vertrouwen komt te voet en gaat helaas te paard. Dan hebben we nog een derde, dat is Justy Takeaway. Die koers doet niet goed de laatste tijd. Het heeft even 110 gestaan en nu staat er weer richting 80, 85 euro. Dat is eigenlijk een mooi instappuntje, omdat dit in mijn ogen een technische verstoring is van de aandelenkoers. Wat is hier aan de hand? Takeaway heeft een Amerikaanse partij overgenomen, Grubhub. En nou ja, die overname wordt betaald in aandelen. En vaak als dat gebeurt, ligt die aandelenkoers wat onder druk. Omdat er natuurlijk nieuwe aandelen bij komen. Maar vooral omdat arbitragepartijen daarop inspelen. En die kopen dan het aandeel Grubhub en verkopen Takeaway. Dat verklaart ook het
hoge short percentage in het aandeel, wat nu voor mij rond de 12-13% ligt. Dat zijn allemaal partijen die inspelen door middel van arbitrage op die overname. Ook voor takeaway geld, wat je bij bijvoorbeeld PostNL ziet, dat ze een enorm voordeel hebben gehad bij de digitaliseringsgolf. In het voorjaar, heel veel mensen zijn nu in aanraking gekomen met takeaway. Niet alleen de klanten, die hebben de app gevonden, maar ook heel veel restaurants die toch heel graag open wilden blijven, hebben zich aangemeld bij takeaway om bij hun op de lijst te komen staan, zodat ze alsnog via afhaal gewoon eten konden verkopen. Goed, nou, wat verwacht ik verder van de markt? Moeilijk te zeggen. Belangrijk is natuurlijk dat de vaccins aanslaan. Dat wordt nog een hele tour, want er schijnen ook aardig wat mensen zijn die zich liever niet willen laten vaccineren. Ondertussen leren we behoorlijk al leven met de corona. Dus wat dat betreft ziet het er allemaal wel een beetje beter uit. En hoop ik in ieder geval op een positief beursjaar en op een negatief coronajaar. Dank u.